een goede avond en welkom bij RoboCup TV Sports. Tech United Eindhoven heeft vandaag de tweede speeldag gehad en dat ging supergoed. De eerste wedstrijd was tegen RV Infinity. Deze werd gewonnen met 12-1. Hier een zeer mooie goal, Robin van Perslucht op Robodinho, die de bal van ver in het goal schiet. De wedstrijd verliep niet helemaal vlekkeloos. Hier zien we Robodinho die de bal terug wil geven op Gregory van de Tandwiel. De bal komt ook aan daar, maar die loopt hem helaas in het eigen goal. Goed combinatiespel, Arjan Robot op Robin van Perslucht, die hem van ver in de hoek schiet. Dan gaan we verder met de volgende wedstrijd. Deze was tegen Hibikinu Musashi. Deze werd gewonnen met 10-0. En dit was best een spannende wedstrijd, aangezien Hibikinu Musashi op een gegeven moment maar één speler had staan. En het toch wel een klein beetje moeilijk was voor Tech United wegens wat technische foutjes. Maar daar kwamen ze wel overheen. Er werd mooi gepaast. Hier Arjan Robot terug op Robin van Perslucht. Die hem schiet naar Frank de Moer. Die hem schiet naar Arjan Robot. En je ziet ook alle ballen komen aan. Hier helemaal van achter. Helemaal de hoek in op Robin van Perslucht. Die de bal afmaakt. Dat was dan het einde van de eerste ronde. Tech United Eindhoven heeft alle wedstrijden gewonnen en zijn daarmee geworden eerste in de pool. Dan de volgende wedstrijd, die is weer tegen RV Infinity, die zijn ook door. Maar deze werd gewonnen met 15-0. Er wordt sterk verdedigd deze wedstrijd. Hier Arjan Robot die de bal onderschept, paas naar Frank de Moer die hem afmaakt zoals het hoort. Hier de herhaling. Zoals u ziet, zeer sterk verdedigd door Tech United. Dan de laatste wedstrijd van vandaag was tegen de ASML Falcons. De eerste helft was vrij moeizaam, er werd veel de paal geraakt. Maar uiteindelijk resulteerde dit in een eindstand van 10-0. Snelle goal, Gregory van de Tandwiel op Robodinho. Boom! Doelpunt. Hier een lange paas van Robin van Perslucht op Arjan Robot. Helaas net naast. Hier is dan Arjan Robot met een steekpaas en die vindt dan Gregory van de Tandwiel en die maakt hem af keihard in de hoek. Dit waren de wedstrijden van vandaag. Hopelijk tot morgen.